Als Heijmans zouden wij naar duurzame logistiek toe willen. En waarom? Met name omdat wij geld kunnen verdienen met de logistiek op een duurzamere manier uitvoeren als dat we tot op heden deden. De motivatie van Heijmans om aan dit project mee te doen is de enorme exposure die je hiermee ontvangt op het gebied van duurzaamheid. Er zijn veel opdrachtgevers die vragen aan Heijmans van wat doen jullie nou aan duurzaamheid? En hiermee kan je dus aantonen dat je diverse projecten hebt lopen en dat je daar dus ook in voorop loopt. Om een heel eenvoudig voorbeeld te noemen is een cursus zuinig rijden voor onze vrachtwagenchauffeurs. Dat doen ze in het begin doen ze daar heel lacherig over. Maar als je die jongens een hele middag les geeft in hoe ze zuiniger kunnen rijden en wat ze daarmee kunnen verdienen, dan is dat enorm op een wagenpark van 70, 80 vrachtwagens op jaarbasis. Voor elke ton asfalt hebben we globaal zo'n 8 kubieke meter gas nodig. Nou, dat is dus bij een temperatuur van 170, 180 graden is dat de benodigde hoeveelheid gas. En wij denken, we zijn bezig met proefnemingen en ontwikkelingen op het gebied van lage temperatuur asfalt, zoals we dat noemen. Waarbij we die productietemperatuur kunnen reduceren tot richting de 100 graden. Nou, u kunt zich voorstellen dat dat een enorme verlaging van de behoefte aan gas oplevert. En daarmee gaan we dus naar de toekomst toe zorgen voor een veel energiebewuster product asfalt.